Ik heb hier voor mij liggen, of uh, juist achter mij liggen, maar het ligt hem aan hoe je deze film uh, zit te bekijken. Maar ik heb hier dus de Rupert Neve Designs RNHP Precision Headphone Amplifier. Ja, Ik lees het ook maar af wat het is. Het is dus een hoofdtelefoon voor versterker. Heel stevig en solide gebouwd. Heeft drie ingangen, stereo XOR, dus gebalanceerd, stereo, ongebalanceerd, met van die kinspluggen, uh, ook wel tulpjes ge genoemd. En een klein uh, ja, jack ingangetje, 3,5 mm, ook stereo, waar je bijvoorbeeld een smartphone rechtstreeks met een kabeltje op zou in kunnen sluiten. Aan- en uitschakelaar en de voeding, 24 volt is los, dat zie je steeds vaker in dat soort kastjes, dat je niet die voeding bij al die audio hebt lopen. Aan de voorkant kan je dus kiezen welke input je je beluistert. Een uh, 6,3 mm uh, headphone aansluiting en een goede mooie potmeter voor het volume uh, instellen. Ja, voor wie is dit bedoeld? Nou, toevallig, als je het een klein beetje kan zien, hier hebben we een hele dure uh, mastering console van FBL. Ik denk rond de 25.000 euro. Daar hebben ze geen hoofdtelefoon uitgang op zitten. Je snapt niet waarom. Maar goed, uh, wat je dus kan doen, wij hebben hier de analoge... Output naartoe gestuurd. En zo kan ik dus toch alles wat daar binnenkomt. En als ik de speakers uitzet, kan ik hier op de headphone. Zeker voor editen, is dat fantastisch. Die heb ik dan daarop lopen. Maar uh, in een situatie dat je wat moet inspelen in studio, kan ik me heel goed voorstellen dat je hier uh, twee kanalen naartoe stuurt. Vanuit je protos bijvoorbeeld. Als je een mooie acht kanaals uh, uh, DA converter hebt en AD converter. Uh, twee kanalen naartoe kan je een mixje maken. Want je kan hem um, op een bus doen. Dan doe je eventjes een los mixje maken voor degene die het wil afluisteren. En die kan nog twee andere inputs laten lopen als die even wat wil checken of zo van het nummer. Uh, en zelf dus volume bepalen. Toch een stuk beter dan als je een hele lange headphone-kabel uh, gaat neerleggen. Maar ja, je hebt natuurlijk ook van die netwerkkastjes. Ik denk dat je hier heel veel toepassing voor hebt. Hij is wel pittig aan de prijs: 560 euro. Uh, ja, Daar krijg je gewoon kwalitatief een hele goede hoofdtelefoon uh, voorversterker voor. Dit is echt wel één dingetje waar je, uh, denk ik, jaren mee gaat doen. Dus de Rupert Neve Designs RNHP Precision Headphone Amplifier. Rond 560 euro. Mooie hoofdtelefoon voorversterker. En dat wilde ik jullie eventjes in 360 graden laten zien.